Phishing. De kans is groot dat je deze term ooit ergens voorbij hebt zien komen. Het is tegenwoordig namelijk een van de meest voorkomende vormen van internetfraude. In deze video leg ik uit hoe phishing werkt en deel ik 6 tips waarmee je kan voorkomen dat je zelf het slachtoffer wordt. Maar eerst nog even heel kort. Wat is phishing precies? Phishing is dus een vorm van internetfraude en werkt als volgt. Gebruikers worden naar een valse website gelokt via een link in een e-mail, sms of WhatsApp berichtje. Deze berichten zijn vaak in detail gekopieerd en daarom soms lastig te onderscheiden van bijvoorbeeld een echte e-mail van de bank. Vervolgens word je verleid op een linkje te klikken. Omdat jij denkt dat je op de echte website zit, voer jij niets vermoedend je inloggegevens in, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord. Of het nummer van je identifier en de bevestigingscode. Zo komen criminelen dus razendsnel achter jouw privégegevens of hebben ze toegang tot je bankrekening, zonder dat je ook maar iets door hebt. Phishingberichten lijken afkomstig zijn van bekende en vaak betrouwbare organisaties. Denk aan overheidsinstellingen, banken of internetproviders. Maar ook de namen van streamingsdiensten zoals Netflix kunnen door criminelen worden gebruikt als dekmantel. Oplichters versturen uit naam van deze organisaties berichten waarin zij mensen vragen om zogenaamd hun betalingsgegevens bij te werken of om een nepfactuur te betalen. Trap hier niet in. Naast het versturen van bulkberichten naar honderden mensen tegelijk, zijn er soms oplichters die één op één contact zoeken. Via Marktplaats bijvoorbeeld. Hierbij kan een zogenaamde koper je vragen om een tikkiebetaling te doen om te controleren of je betrouwbaar bent of dat je betaalgegevens kloppen. Het gaat vaak om een kleine betaling van 1 cent bijvoorbeeld. Vervolgens krijg je een linkje naar een nagemaakte tikkie, bank of creditcard betaalomgeving. Hierdoor kunnen je betaalgegevens in verkeerde handen vallen. De phishingmethodes variëren van zeer persoonlijk tot zeer algemeen. Houd dat dus in je achterhoofd. Oké, nu weet je wat phishing is. Maar hoe herken je het? Ik geef je 6 tips waarmee je de betrouwbaarheid van de berichten kan toetsen. Tip 1. Krijg je een e-mail of sms van je bank? Controleer dan altijd eerst of het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer gebruikelijk is voor de bank. Tip 2. Check altijd het webadres voordat je erop klikt. Word je gevraagd om bankzaken te checken, zoals een klaarstaande betaling, en moet je daarvoor eerst inloggen via een nieuw link? Let dan goed op het webadres. Dit webadres kan je mogelijk naar een valse inlogpagina brengen die sprekend lijkt op de echte. Voor bankzaken bij Triodos zijn alleen deze webadressen echt. Tip 3. Staat een online betaalverzoek voor je klaar? Wees dan extra alert. Wanneer je klikt op een legitiem betaalverzoek of betaallink, zal altijd automatisch de Triodos Bankieren app worden geopend. Wanneer dit niet gebeurt, let dan goed op of de inlogpagina niet vals is. Tip 4. Klik niet zomaar op bijlagen van e-mails, met name als je de afzender niet kent. Deze bijlagen kunnen malware bevatten. Dit is een kwaadaardige software die zich installeert op je computer. Hier hebben we ook een speciale video over gemaakt, mocht je daar meer over willen weten. Tip 5. Zit er een bepaalde druk of urgentie in het bericht? Dan is het bijna altijd vals. Wees extra alert bij zulke berichten. Tip 6. Check altijd even het volgende. Is de e-mail persoonlijk aan jou gericht of niet? Veel phishingmails zijn niet persoonlijk aan jou gericht, omdat eenzelfde bericht wordt verstuurd naar vele verschillende andere personen. Maar wees altijd op je hoede, want oplichters kunnen ook kiezen voor de persoonlijke benadering. En dat is precies waarom phishing heel lastig is om te herkennen. Kortom, wees dus altijd alert als het gaat om een e-mail of sms-berichten met afwijkende verzoeken waarin je wordt overtuigd om op een link te klikken. Of het nu gaat om een betaalverzoek via WhatsApp of een bijlage in een mailtje. Triodos Bank doet er alles aan om jou veilig te laten bankieren. Bel of e-mail ons dus gerust wanneer je iets niet helemaal vertrouwt of gewoon twijfels hebt. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Dat kan ook. Je vindt alle actuele informatie op onze website. En als laatste tip, wees extra voorzichtig als het gaat om je persoonlijke gegevens of een online transactie. Gebruik je gezond verstand, of beter gezegd, je gezond wantrouwen.